Wie is er bang voor afhankelijkheid? Ja, dat dacht ik al wel, ja. Ik wil jullie graag iets vertellen over Wilma. Wilma is een vrouw van 75 jaar. Ze woont in een klein dorp in Brabant. Wilma is niet meer zo goed ter been. Vroeger hield ze ontzettend van dansen, maar eigenlijk heeft ze daar nu helemaal geen puf meer voor. De meeste dagen brengt ze liggend door op haar waterbed. De dag dat ik Wilma ontmoette, lag ze ook op haar waterbed. Ze lag met haar gezicht naar de muur en met haar rug naar mij. De dekens helemaal over zich heen getrokken. Alleen haar grijze haren kwamen nog onder de dekens vandaan. Eigenlijk wist ik pas dat Wilma er was, toen ik haar ademhaling hoorde. Ik wist het toen nog niet, maar Wilma kon mij niet binnen horen komen. Ze is namelijk al haar hele leven blind. Doof. Ze kon me ook niet binnen zien komen. Ze is namelijk al haar hele leven blind. En toen ik naast haar ging zitten en met mijn hand over haar arm aaide, toen kon ze zich ook niet aan me voorstellen. Wilma heeft namelijk een ernstige verstandelijke beperking. En dat betekent dat ze zich niet kan uitdrukken met woorden en ook niet met gebarentaal. Wilma wist bovendien helemaal niet dat ik zou komen. Ze is namelijk al een aantal jaar aan het dementeren. En dat betekent dat haar begeleiders alle plannen voor haar maken. Net als dat ze eigenlijk alles voor haar doen. Ze koken voor haar, ze geven haar eten, ze wassen haar, ze verschonen haar kleren, haar inkoopmateriaal, haar lakens. Ze helpen haar omhoog en omlaag, ze brengen haar naar binnen en naar buiten. Ga zo maar door. De begeleiders van Wilma noemen Wilma daarom volledig zorgafhankelijk. Want voor alles in het leven is ze afhankelijk van andere mensen. Dus ik ging naast Wilma zitten en ik aaide met mijn hand over haar arm. Ik stelde me voor. En ik moet zeggen, ik vond dat best wel een confronterende ontmoeting. Ik weet niet of het medelijden was of angst, maar iets aan Wilma's aanwezigheid verontrustte me. Maar waarom? Wat is er dan eng aan afhankelijkheid? Afhankelijkheid. Dat woord heeft ook een beetje een vieze bijsmaak. Net als ongelijk of ondergeschikt. Als we zeggen dat we ons afhankelijk voelen, dan voelen we ons machteloos. Dan hebben we geen controle. En als we iemand anders afhankelijk noemen, dan is die persoon gedoe, lastig. Die moet iets van ons. Kortom, wij mensen zijn liever onafhankelijk en niet afhankelijk. Afhankelijkheid staat synoniem aan onvrijheid. En onafhankelijkheid staat synoniem aan vrijheid. Die negatieve bijklank van afhankelijkheid die heeft een lange geschiedenis in de westerse filosofie. In de vroegmoderne tijd begonnen liberale filosofen, zoals John Locke en Immanuel Kant, de mens neer te zetten als een essentieel onafhankelijk wezen. John Locke bijvoorbeeld, die noemde de mens vrij, gelijk en onafhankelijk. Locke die zag een sociale orde voor zich, waarin mensen uit vrije wil een klein beetje van hun vrijheid opgaven om te leven in de welvaart en in de vrede van een politiek systeem. Maar om die keuze uit vrije wil te kunnen maken, was het wel belangrijk dat de mens onafhankelijk was. Alleen als mens onafhankelijk is, dan kan een keuze natuurlijk vrij zijn. En dat betekende dat hij, want dat was meestal een hij in hun werk, vrij was om zijn eigen geluk na te jagen. En hij hoefde zich niet te bekommeren om het welzijn van andere mensen. Deze liberale filosofen maakten op die manier van onafhankelijkheid dus een voorwaarde voor vrijheid. En in de hiërarchische samenleving waarin zij leefden, was het natuurlijk een heel belangrijk en een heel radicaal idee. Maar het betekende ook dat afhankelijkheid een beetje in het verdomhoekje kwam te staan. Want als onafhankelijkheid een voorwaarde is voor vrijheid, dan kan afhankelijkheid natuurlijk alleen maar leiden tot onvrijheid. En zo kwamen die liberale filosofen tot een mensbeeld waarin onafhankelijkheid centraal stond. En dat mensbeeld dat is kenmerkend gebleken voor onze moderne tijd. Onafhankelijkheid is een belangrijke deugd geworden. Denk maar aan scholen bijvoorbeeld, daar leren kinderen om zelfstandig te worden.
Of denk aan de zorg. Daar gaat het om zelfredzaam blijven en de eigen regie van de mensen ondersteunen. Of denk aan onze vrije markteconomie. Daarin gaat het om de vrije keus van de onafhankelijke consument. Kiezen zal je, want kiezen geeft vrijheid. En zodoende schuilt in onze onafhankelijkheid dus die belofte van vrijheid. Dan is het niet zo gek dat afhankelijkheid misschien een beetje eng geworden is. Maar, er is altijd een maar, dat liberale mensbeeld, dat is ook wel een erg eenzijdig mensbeeld. Ga maar na wat je allemaal buiten beschouwing moet laten om te stellen dat een mens essentieel onafhankelijk is. In ieder geval de kindertijd, ouderdom, momenten van ziekte. Misschien als je een beperking krijgt door een ongeluk. Of als je gaat dementeren. Grote delen van ons leven zijn we allesbehalve onafhankelijk. Want dan worden we verzorgd of we zorgen zelf voor andere mensen. De filosoof Eva Kete die zegt dat als volgt. We are all some mother's child. We zijn allemaal het kind van een moeder. Allemaal kwamen we op de wereld als baby en iemand ontfermde zich over ons. Iemand is voor ons gaan zorgen. En veel van ons zullen ook een grote tijd van ons leven een klein beetje van onze onafhankelijkheid inleveren om te zorgen voor een geliefde, een kind bijvoorbeeld of een partner. En als je het zo bekijkt, dan zijn onze levens dus vervlochten in onderlinge afhankelijkheid. Maar die onderlinge afhankelijkheid die reikt nog veel verder. Denk maar aan boeren, vakkenvullers, koks, fietsenmakers, postbodes, vuilnismannen. Als die mensen niet ons alledaagse leven draaiende zouden houden, dan zou ons leven een stuk meer gedoe opleveren dan het nu doet. Maar die afhankelijkheid van hun, die merken we eigenlijk pas op wanneer hun aanwezigheid niet meer vanzelfsprekend is. Denk maar aan de coronacrisis. Toen werden die mensen ineens gebombardeerd tot essentiële werkers. Zo bekeken zijn wij mensen hopeloos afhankelijke wezens. Maar die afhankelijkheid die moffelen we eigenlijk het liefst weg. Die willen we niet voelen en die willen we ook liever niet zien. De filosoof Jackie Scully die noemt dat toegestane afhankelijkheid. Afhankelijkheid die sociaal acceptabel is geworden. En waar we dus een plek in onze samenleving voor hebben gevonden, waar die afhankelijkheid kan bestaan, zonder hem zodanig te benoemen. Maar die afhankelijkheid van Wilma, die is allesbehalve sociaal acceptabel. Maar waarom dan? Wie is er bang voor afhankelijkheid? Ik denk inderdaad dat Wilma's afhankelijkheid ons bang maakt. Wilma confronteert ons met die afhankelijkheid die deel is van ons allemaal. Als we Wilma zien, dan zien we eigenlijk onszelf. Als hopeloos afhankelijk wezen. Maar wat betekent dat dan? Betekent dat dat er geen vrijheid kan zijn in afhankelijkheid? Ik neem jullie weer even mee naar Wilma. Het is lunchtijd. Er komt een begeleider aan met een lepel in de ene hand en een bord stamppot in de andere hand. Ze gaat naast Wilma zitten. Ze neemt de lepel en ze tikt zo 3 keer op de lippen van Wilma. Wilma doet meteen haar mond open. De begeleider die neemt een beetje stamppot op de lepel, legt de lepel in Wilma's mond en Wilma die likt zo het stamppot van de lepel af. Zo nog een hapje, nog een hapje, nog een hapje. Totdat het bord leeg is. Dan neemt die begeleider opnieuw weer de lepel, tikt ze weer zo 3 keer op Wilma's lippen. Wilma sluit haar mond weer en het eten is klaar. Zo hebben die begeleider en Wilma elke dag samen dat eetritueel. Is Wilma vrij? Misschien niet zoals wij onszelf vrij wanen. Dat eetritueel wat ik zo net beschreef, dat bevestigt juist hoe afhankelijk Wilma is van anderen. Maar aan de andere kant is dat eetritueel ook een bevrijdend ritueel voor Wilma. Want Wilma kan wel eten, maar alleen als ze daarbij geholpen wordt. En ze kan ook wel aangeven dat ze honger heeft, maar je moet haar wel goed kennen om te weten hoe ze dat doet. En Wilma kan ook wel genieten van haar maaltijd, maar dan moet ze daar dus wel de kans voor krijgen. En als er dus vrijheid is voor Wilma, dan schuilt die vrijheid in haar relaties met andere mensen. Maar is dat voor ons eigenlijk wel zo anders?
We zijn geneigd om onafhankelijkheid te zien als een voorwaarde voor vrijheid. Maar hoe worden wij eigenlijk onafhankelijk? Denk maar aan al die mensen die wij nodig hadden om onafhankelijk te worden. Onze ouders, familie, oppassen, leraren. En denk ook maar eens aan alle mensen die we nu nog nodig hebben om in onafhankelijkheid te kunnen leven. Dat zijn die vuilnismannen, die postbodes. Zo bekeken vinden we onze autonomie dus in hun aanwezigheid. Onze autonomie staat en valt bij het feit dat zij er ook zijn voor ons. En als je het op die manier ziet, dan vinden we dus eigenlijk in onze afhankelijkheid onze vrijheid. Niet onafhankelijkheid, maar afhankelijkheid vormt een voorwaarde voor onze vrijheid. Wat ik maar wil zeggen, we lijken misschien wel meer op Wilma dan we eigenlijk denken. We zijn hopeloos afhankelijke wezens. Maar dat wil niet zeggen dat we niet vrij kunnen zijn. Wie is er bang voor afhankelijkheid? Dankjewel.